Breda Nu. Je weet het meteen. Burgemeester Paul de Pla en wethouder Mirjam Haag onthulden afgelopen woensdag in Zorgcentrum Elisabeth de Grote Markt om de mensen die daar verblijven een stukje van hun vertrouwde omgeving terug te geven. Na deze gebeurtenis zat de sfeer er goed in, met onder andere een optreden van de burgemeester zelf. Wat moet ik zonder jou beginnen? Hoor je het bonzen van mijn hart? Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Wat vond u van de opening, mevrouw? Ja, de opening hier is eigenlijk zoals heel vaak als je hier komt. Het is gewoon een feest. Heel veel mensen zijn die hierboven wonen, zijn beneden. Mensen uit de wijk die binnenkomen. Met een hele mooie sfeer, leuke muziek. Dus geweldige opening. Kunnen jullie ons vertellen waar wij vanmiddag getuigen van zijn geweest hier? Ja, op zich natuurlijk. We zijn bezig met een projectje geweest om Breda, vooral de stad, binnen te halen. Want je merkt wel dat heel veel oudere mensen die in een verzorgingshuis terechtkomen, die worden steeds slechter. Ze worden langer thuis gehouden met mantelzorgers of familie. Maar als het echt niet meer gaat, komen ze hier. En dan ben je eigenlijk bijna niet meer om staat om met ze naar de stad te gaan. En toen kwamen wij op dat idee van we halen de stad, halen we gewoon binnen. En we moeten natuurlijk ergens beginnen. Nou, het podium is de centrale plek hier in Haarlem. Dus daar vindt alles een beetje rond plaats. Dus we dachten, daar moeten we mee beginnen. En toen kwamen we opeens zomaar, hè? Ik weet niet hoe het kwam. Ja, met de Ad. Eigenlijk in gesprek met Ad. En toen hadden we zoiets van, laten we een hele mooie foto op de achtergrond zetten. En omdat het restaurant al de Markt heette, leek het ons ook gewoon heel erg leuk om dan die markt binnen te halen. Precies. En vanaf de buitenkant, vanaf de tuin, zie je dan het stadspark en de fontein. Dus dan hebben de mensen toch een beetje het gevoel dat ze in de stad zijn. En wat vindt u ervan dat de bewoners hier nu zowel binnen als buiten een stukje Breda hier naartoe hebben kunnen brengen? Ja, wat ik mooi vind is als mensen niet meer in staat zijn zelf om iedere dag naar het plekje te gaan waar ze het meest van houden, dat ze dat een beetje naar binnen weten te halen. Dus ja, prachtige foto's van Breda. Hier wonen heel veel mensen die hun hele leven lang in Breda hebben doorgebracht. En die bij dit soort beelden herinneringen gaan ophalen en vast nieuwe verhalen gaan maken. Dus geweldig initiatief. Simpel om te realiseren, maar je moet het wel doen. En dat doen de mensen, de medewerkers en de vrijwilligers hier. Dus vind ik geweldig dat ze dat voor alle bewoners over hebben. Zijn er nog verdere plannen om die stad nou hier naartoe te halen? Of? Ja, sowieso. Ik wil sowieso wat bedrijven aan gaan schrijven die hier een fabriek hebben, zoals de snoepjesfabriek of plaatsen waar mensen vroeger gewerkt hebben, om juist iets te gaan vertellen, Een soort lezing. Maar we willen ook met mensen, willen we juist hun oude beroep. We hebben bijvoorbeeld iemand op de groep die vroeger zwemlerares is geweest. Willen we bijvoorbeeld gaan regelen dat we naar de zwembad gaan en dat zij daar weer les gaat geven. Water liggen stromen over een toekomst met jou. Breda Nu. Je weet het meteen.